in je haar, overal. Dat klinkt heel raar. Wat een onzin kraam ik altijd uit. Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Action Shop blog. Voor wie deze video's vaker kijkt, je kent me misschien wel. Ik ben Marloes en ik heb mijn eigen site, budgetproof.nl. Je vindt het linkje naar mijn site en de Instagram hieronder in de beschrijving. Ik heb mijn naam eer aangedaan en ik heb cadeautjes geshopt. Onder de 2 euro, lekker budgetproof cadeautjes voor de feestdagen. Dus laten we gaan kijken wat ik heb. Het is echt een hele tas vol met superleuke cadeautjes geworden. Ik word hier zelf heel erg enthousiast van. Wie mij kent weet dat ik heel lastig vind om cadeautjes voor kids te shoppen. Maar ik heb dit keer hulp gehad. Dus ook kindercadeautjes zitten erbij voor paps, mams, je vriendinnen, je vriend. Wie dan ook, er zitten cadeautjes in deze tas die ik je nu ga laten zien. En het eerste cadeau is een kids cadeau waar ik zelf heel erg enthousiast over ben. Ik heb hem zelf uitgekozen zelfs. Dit is namelijk een kleurboek waar je mee kan kleuren met water. Volgens mij werkt het zo dat als je deze pagina's dus nat maakt, dat dan allerlei verschillende kleurtjes verschijnen. Ik vind het fantastisch. Ik ben wel benieuwd of je het kan hergebruiken, maar dat moet je zelf maar even ontdekken. Maar voor onder de 2 euro vind ik dit echt een superleuk schoencadeau. Hij kost 1,29 euro. Dan deze, die kwam ik tegen bij de ingang van de winkel en ik was gelijk, wauw, ik vind dit er fantastisch mooi uitzien. Echt super luxe. En het is een body lotion met een body mist. En daar zitten dus van die gezellige sterretjes, confetti's bij. En zoals je kan zien ben ik mega fan van sterren. Dus kom maar door met sterretjes. Het is de Wellness Glitter Gift Set. 1,79. En hij... Dit is de Glitter Gift Set. Nee, dat is niet de Glitter Gift Set. Dit is de Glitter Wellness Gift Set. En hij is nu in de aanbieding... Nee. Dit is de Glitter Wellness Gift Set. En hij was nu in de aanbieding toen ik hem kocht voor 1,79 euro. Oké, next. Een ding waar ik zelf mega enthousiast over ben. Ik ben eigenlijk altijd enthousiast over deze hele inhoud van deze complete tas. Maar dit vind ik zo cool. Ik heb dit zelf thuis al. Maar ik vind het dus ook heel erg leuk om cadeau te doen. Het zijn herbruikbare wattenschijfjes waar je je make-up mee kan verwijderen. En daar heb je alleen maar water voor nodig. Er zitten er 10 in en ze zijn best wel groot. Dus... Hupsakeetje, één vegen over je gezicht en je make-up is footsie. Hij kost 1,99 euro en het leuke is dat ze dus in zo'n wasmachine zakje zitten, zodat ze in de was kunnen. Oké, natuurlijk tover ik hier glittersokken uit die tas, want een shoplog met mij is niet compleet zonder glitters. En bij voorkeur ook in sokken. Tadaa! Deze vond ik echt heel erg leuk. Het is 1 maat en ze kosten 99 cent. Oeh, dit vond ik dit keer best wel lastig. Cadeautjes voor mannen uitzoeken onder de 2 euro. Maar het is gelukt. Ik vind dit zelf ook heel erg praktisch. En ik ben dol op praktische cadeaus. Dit plak je namelijk op de spiegels van je auto. Zodat ze niet kunnen beslaan. Ja, meer kan ik er ook niet over vertellen. Het is echt mega handig. En 1,89 euro. Misschien kun je zeggen van, joh, ik ben wel benieuwd of het werkt. Weet jij toevallig hoe... Heb jij zoiets en werkt het? Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd of het werkt. Dus laat me vooral weten hieronder of het werkt als jij zoiets hebt. Yes! Cadeautje voor de Creabea's. Dit is een houten stempelset. Ik dacht mega leuk voor als je een bullet journal begint. Het zijn 33 houten stempels met allemaal letters en een aantal figuurtjes. En ik zie dat er ook gouden inkt bij zit. Dus ik ben al verkocht. Deze stempelset is 1,99 euro. Dan weer eentje voor de kids. Ik had dit toevallig zelf in huis gehaald in de vorm van een alpaca. Maar ik zag dat die er ook was in de vorm van een flamingo. Dit is een wanddecoratie die je dus zelf in elkaar kan zetten. Mega leuk. En alles wat je nodig hebt om deze flamingo in elkaar te toveren zit dus in deze luxe bus. Hij kost 1,59 euro en daarvoor heb je dus echt wel een middagje knutselplezier. Nou, dit vond ik natuurlijk echt een super grappig cadeautje. Het is een mondkapje. We hebben hem allemaal nodig tegenwoordig. En ik vind het de nieuwe fashion accessoire. Ik heb echt verschillende kleuren, maar deze lichtroze had ik nog niet. Het is gewoon zo'n wasbaar dingetje. 1 euro kost die, volgens mij 99 cent. Ze hebben hem echt in alle kleuren van de regenboog. Dit is echt zo'n typisch action ding. Dat je denkt, het ziet er leuk uit, maar wat is het eigenlijk? Nou, dit lijkt op een lolly, maar het is een pop-up make-up spons lolly. Dus hier zitten allemaal van die foundation sponsjes in waarmee je dus make-up kan aanbrengen. En die pop je er zo uit. Hij kost 99 cent. Dan een nostalgisch cadeautje voor kinderen, want ik herken dit heel erg. Het is namelijk putty. Dus het is van dat slimy wat je dan in de wc kan drukken. Ik ga hem even uitproberen, want je kan er namelijk scheetgeluiden mee maken. Dat moeten we natuurlijk horen. Kijk, zo ziet het eruit. Zo, dit is het slijm.
Ah, het voelt al heerlijk op zich, maar nu gaan we er dus even windjes mee laten. Ik doe hem hierin. Yes! Ja, hier ben ik tevreden mee. Hij kost 89 cent. Dan deze. Het is metallic water... verf. Jeetje, ik kom er lekker uit mijn woorden. Dit is metallic waterverf. Dus het heeft een heel mooi glansje. Dus als je wil leren te aquarellen. Dat is echt een moeilijk woord. Aquarellen. Als je van aquarellen houdt, dan is dit echt een superleuk alternatief op de standaard verfjes. Ze hadden ze echt in alle kleuren van de regenboog. Dit setje kost 1,34 euro, inclusief de kwast. Oké, next up. Wat een onzin kraam ik altijd uit tijdens deze video's. Dan, aan de beurt. Deze unicorn kruidnoten. Ja, de feestdagen zijn voor mij niet compleet zonder kruidnoten. En dan bij voorkeur eentje in een gekke smaak of eentje die er zo feestelijk uitziet zoals dit. Het zijn namelijk kruidnoten in alle kleuren van de regenboog. En dit is een limited edition, dus wees er snel bij. Ze kosten 1,49 euro en natuurlijk moet ik ze even proeven. Lila. Heel lekker. Deze vond ik echt super verrassend. Want het is een room spray. Room spray. Het is gewoon kamerspray. Dus om je kamer te voorzien van een lekker geurtje. Maar ze zien er zo luxe uit. Het was deze. Deze vond ik zelf het mooist. Maar hij is ook in paars. En volgens mij ook in met een bruine verpakking. Ja, gewoon heel fris ruikt die. Echt lekker. Hij kost 1,99 euro. Dit kwam voorbij, was ik eigenlijk helemaal niet van plan om te kopen, stond niet op mijn lijstje. Maar toch werd ik verleid om deze in het mandje te gooien. Want kijk nou hoe leuk deze beker is met een donut. Dit wil je toch? Hij was er ook met een lolly en allerlei andere leuke dingen. Je vindt hem in het schap als mok met print en hij kost 99 cent. Nou, om in een beetje de sferen van lekker drankje te blijven. Deze zijn zo leuk. Ik was er een tijdje naar op zoek, ze hebben ze niet bij alle Action. Dit zijn namelijk blokken met chocolade die je dus door de warme melk... roert en dan krijg je zelfgemaakte chocomel. Beter wordt het echt niet. Hij kost 95 cent. En natuurlijk ook heel leuk om zeg maar een samengesteld cadeautje van te maken. Met die chocoblokken en dan een leuke mop. Dit is echt zo'n dingetje waarvan ik denk, huh, hebben ze dat nog? Want toen ik klein was, lang geleden, toen was dit echt helemaal een hit. In je haar, overal. Dat klinkt heel raar. Het is gekleurde mascara. En natuurlijk heb ik roze genomen, maar hij was er ook in blauw en groen. Superleuk. Superleuk om te matchen met je oogschaduw en andere make-up. Het kost 69 cent, dus dat is zeker het proberen waard. Nog zo'n nostalgisch cadeautje, dat is deze worm. Hij zit aan een touwtje en je kan hem dus door alles heen laten... Hoe leg ik deze worm uit? Ik probeer dit cadeau uit te leggen, maar voor 49 cent is het echt fantastisch. Ik ga je gewoon even laten zien wat het is. Oh, kijk, 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 kijk. Ik ben al helemaal blij hiervan. Het is dus een worm. Die zit aan een soort van visdraadje vast. Zo deed ik dit vroeger altijd. Dat hij dan zo zelf een leven ging leiden. Nou, hartstikke leuk. Een mannencadeautje. Dit is namelijk... sport douche gel. 3-in-1. Mannen houden van super praktisch. Dit is voor body, face, hair. Dus voor alles tegelijk. Zijn ze gelijk klaar. Ja, super lekker. Hij kost 1,29 euro. Ik doe er nog eentje voor jong en oud. Dit is namelijk een pak waarmee je cupcakes bakt. En niet zomaar cupcakes. Namelijk unicorn cupcakes. Het is dus een compleet set. Maar waar echt alles in zit. Je hoeft alleen nog maar eieren, boter en water toe te voegen. En dan heb je dus... superleuke unicorn cupcakes. Hij kost 1,59 euro en het is natuurlijk heel erg gezellig om met elkaar te doen. Nou, met de feestdagen in aantocht vinden we het natuurlijk superleuk om ons gezellig aan te kleden. Ik in ieder geval wel. Ook al zitten we thuis, je kan er maar beter een feestje van maken. En deze superleuke haaraccessoires die dragen daar echt aan bij. Het zijn clipjes, allemaal verschillende clipjes en schuifjes. Waar je dus een super feestelijke kapsel mee kan maken. Er zitten parels op, glitters. Dit is een gedraaid haarspeldje. Helemaal leuk voor 1,49 euro. Dan deze leukert. Dit is dus een unicorn foam shooter. Maar we zien allemaal stiekem wel wat deze unicorn uitspookt. Dus mega leuk cadeautje voor kids. Knijp speelgoed met schuimballen. Laat en vuur af. Twee ballen inbegrepen. Nou, deze vrolijke vriend heeft dus twee ballen. Die stop je dus hierin. En daar moet je dus in knijpen om die ballen af te vuren. Nou, daar gaat hij hoor. 3, 2, 1. Oh. Ik denk dat kinderen hier heel veel plezier mee hebben. Ik in ieder geval wel. Kom op zeg. Yes, ik word al beter. 1,89 euro.
dat was hem alweer. Dit waren superveel leuke cadeautjes onder de 2 euro. Maak vooral een lijstje zodat je lekker gericht kan shoppen. Zodat je niet te lang in de winkel hangt. Maar wel de allerleukste cadeautjes shopt onder de 2 euro. Vond je deze video nou leuk? Doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Zodat je altijd op de hoogte bent van onze laatste video's. En ik zie je graag de volgende week weer. Tot dan! Doei doei!